Het is 6:30. En familie De Ruiter is alweer wakker. Alle barren en restauraties zijn nog gewoon dicht. Die gaan om 7:00 pas open. Maar we mogen er wel doorheen om gewoon naar buiten te gaan. Check. Zo komt de zon op. Mooi, hè? Het is 6:30. Wij komen om 10:00 aan in Newcastle. Om die boot af te gaan. We zijn veilig aan de overkant gekomen. Na het overdekken te begeven, de kapitein en de manning hopen dat u een prettige overtocht gehad heeft. Wij danken u dat u gekozen heeft voor DFDS. Wij hopen u graag snel weer aan boord te mogen verwelkomen. En dan ben je er in Engeland. Voet aan de grond, of eigenlijk wiel aan de grond. En kom je gewoon in een douanerij terecht met alle auto's, met alle mensen. En omdat ze extra paspoortcontroles hebben, kan het wat langer duren. In verband met veiligheid nemen ze maar een bepaald aantal mensen aan bij de douane, dus staan we hier gewoon stil. Misschien is dat ook wel omdat wij vannacht zijn aangekomen met een boot met halve zolen. Die willen namelijk allemaal naar een voetbalwedstrijd. Newcastle United speelt morgen of vanmiddag, I don't know. Dus ja, die komen voor een weekendje naar Engeland. En dat zijn allemaal kotsende figuren. Als je van zo'n onwijs gestreste Newcastle afkomt, moet ik altijd pissen, jongen. Nou, dat heb ik nu dus gedaan. Bij zo'n, ik noem het maar even, zo'n algemene toilet. Dus niks doet het. En het stinkt als de pest. Broodje gegeten. We doen er nu weer vandoor. Gewoon omdat je op vakantie bent met een ruiter en die ziet dan ergens water, die moet daar dan heen. Kijk dan wat vet! Nou, hoe moet ik terug? Hoe ga ik dat doen? We kunnen weer. We zijn net Schotland binnengereden. Een rivier bijna scheidt de Engelsen van de Schotten. We zijn er overheen gereden en we zijn nu echt in Schotland. Missie geslaagd. We kunnen terug. Dus, we hebben het gezien. Mooi land. Attention.
hebben de ring rond Glasgow overleefd. Met afslag na afslag na afslag na afslag na oprit na oprit na oprit na oprit. We hebben hem overleefd. En nu rijden we op de A761 richting de plaats waar we uiteindelijk zullen overnachten. Als het goed is, zijn we er. Als het goed is. Hier. Goed, dit is altijd zoeken. Airbnbs. En dan is het niet helemaal duidelijk welke deur dan. En vooral welke sleutel. Sta je zo de sleutel in de deur te doen waar je helemaal niet in hoeft. Welkom, I wish you a relaxed day. Any problems, please call me in Joy Market. Aangekomen, nu gaan we even de boel verkennen. Het is pas 3 uur, maar het is ook al 3 uur.